Eigenlijk. We staan hier in the middle of nowhere, a.k.a. het Heidenskip, voor een boerderij. We gaan vanavond bij Vereniging Wild lekker stront scheppen. Ja, ik heb er zin in. Nee, grapje, ben gek. Daar is de loods van TTV het Heidenskip. TTV ja. Staat voor touwtrekvereniging. Touwtrekken, de touwtrekvereniging. Touwtrekvereniging. Ja. Dus wat gaan we doen, Iris? We gaan lekker touwtrekken. Actie. Ja. Arjen Kampen, de voorzitter van touwtrekvereniging het Heidenskip. De voorzitter zelfs? Ja. Oké. Okay. Ja. Uit hoeveel bestaat deze vereniging? Uit hoeveel mensen? Niet precies weet ik het, maar momenteel hebben we ongeveer 18 actieve leden. 18 actieve leden? Ja, en er zitten nog wel wat steunende leden bij zo en oud-leden die nog wel lid zijn, maar niet meer touwtrekken. Maar wel 18 mensen die nog actief touwtrekken, ja. Ja, en welke leeftijd mogen we dan denken? Dat varieert van de jongste zal 17 zijn en de oudste is dik boven de 50. En we komen bij een boerenachtig iets aan. Ja, wat is dat eigenlijk? Ja, wat is dat? Dit is onze trainingsaccommodatie. Oké. Okay. Ja. Woont hier ook iemand? Ja, hier woont ook nog iemand. Ja, onze trainer woont hier toevallig. Oké. Okay. Ja. En die heeft dat dus eigenlijk gewoon aan jullie, aan de vereniging gegeven? Ja, op een gegeven moment, het is al bijna 30 jaar terug, is hier een beetje spontaan een touwtrekvereniging ontstaan. En die moest een locatie hebben om te trainen. En op een gegeven moment was hier een hok over. Ja. En dat gebruikten we dan een beetje als opslag. En langzamerhand werd het serieuzer en toen hebben we later dit hokje gebouwd, zeg maar, als trainingslocatie. Dus jullie zijn met z'n allen wezen bouwen? Ja, ja. En ergens een gebruikt hak gekocht en dat dan een beetje verlengd en zie hier een trainingshak. Vorige keer dat we samen weer gestonden was het in een yogaclub. Mm-hmm. En toen zei jij, eerste keer yoga voor jou Niels, spannend. Heb jij ooit een keer touw getrokken? Laat ik het zo vragen. Eigenlijk alleen op de basisschool. Ja, precies. Van die sportdagen inderdaad. Dat is ook mijn enige ervaring met touwtrekken. We hebben ons inmiddels, net als iedereen, in onze sportkledij gehezen. Dat houdt voor mij eigenlijk op bij een trainingsbroek, want ik sport nooit. Ja, ik ben er toch eigenlijk toch wel iets... Ik kom er niet eens aan. Jij doet die dingen. Dus op zich vind ik het niet zo'n probleem. Het enige issue die ik een beetje heb, dat zijn mijn schoenen. Ik weet niet of je het kunt zien, het is helemaal glad. Jij hebt echt non-profiel. Ik heb echt non-profile. Ja, ik heb namelijk buitensportschoenen natuurlijk niet, nee. Je hebt je buiten, het is toch binnen? Nee. Hebben we nog woordgrappen met touwtjes? Trek maar aan het touwtje. Ergens in een schuur op een boerderij zijn we vandaag met Vereniging in Beeld te gast bij touwtrekvereniging het Heidenskip. De training wordt elke keer met een stevige warming-up geopend, maar gelukkig was er tussendoor nog tijd om wat journalistieke vragen te stellen. Ben ik in het nadeel omdat ik kleiner ben? Nee hoor, nee. Alle maten passen erbij. De lange voorop en de korte achterin, daar is overal een plekje voor. Het is geen excuus om niet in touw te gaan staan, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Arjen, wanneer dacht jij van ik meld me aan bij de touwtrekvereniging? Nou, dat dacht ik helemaal niet eigenlijk. Nee. Hoe ben jij erin getrokken? Erin getrokken. Een buurman van mij deed het al heel lang en die zei dat is wel wat voor jou. Maar ik dacht eerst, nou dat is helemaal niks voor mij, dacht ik. Want ik dacht veel trainen, veel weg, zware sport. Dus, maar op een gegeven moment zei hij, nou, kom dan maar een keer mee. Hij zei, dat kan altijd. En ik ben gegaan en ik heb eigenlijk nooit meer gemist. En dat is intussen bijna 25 jaar geleden. Goed, de jongens zijn nou met een warming-up bezig. Dat biedt ons wel eventjes de gelegenheid, dacht ik, om een korte rondleiding te doen. Ja. Het is niet heel groot, maar er staan hier een aantal dingen. Waarvan ik denk, bijvoorbeeld deze lege jerrycans of volle, geen idee. Nou, dat zijn volle jerrycans. Die wegen 40 kilo per stuk. En er zit gewoon water in? Water met zand of ijzer of wat dan ook maar. Ze zijn op 40 kilo gemaakt, ongeveer. En die dienen als? Die dienen als volgt. Die pak je zo vast. Upski. En dan ga je zo staan en dan buig je langzaam door de knieën. En dan blijf je zo 5 seconden staan. En dan duw ik je weer omhoog, maar je maakt de benen niet helemaal recht, zodat de spanning erop blijft. Nou, dat doe je dan een keer of 20 of zo. Nou, dan begint het overal goed te branden. En dat is een beetje
ja, een bepaalde vorm van krachttraining voor ons. Niels en Iris komen er lekker in die warming-up. Iris pak met haar kapotte knie wel een vat. Ik wil wel graag 2 tonnen die even zwaar zijn. 2 tonnen die even zwaar zijn? Zo kan die hoor. Oké, hou dit shot even lang vast. Hier kunnen we een muziekje onder monteren. Zullen we hier maar even naar kijken? Wat is er? Misschien een goeie? Ik vind het wel graag om naar te kijken hoor. Oké. Alweer even anders dan yoga. Ja, volgens mij was dit de warming-up en het is inderdaad geen yoga. Wij komen nog wel aan ons trekken vanavond. Ter bescherming van de bilpartij. Van het touw. Van het touw. De bilpartij. Dat is het lager, hè? Ja, oh, dat is... Ja. Waarom ben je als enige dame hier? Waarom zijn er niet meer? Ja, goeie vraag. Het is niet dat je de enige vrouw in het heidenskip bent. Nee, maar ik kom ook niet uit het heidenskip. Oh. Hoe ben je zo bij betrokken geraakt dan? Ik ben eigenlijk begonnen met touwtrekken op het gras, buiten. Dat doe ik ook nog steeds. Maar gewoon ook als in wedstrijdvorm? Ja, okay. Eerst een eigen damesteam. En daarna heb ik meegedaan met Terens. Dat was het damesteam uit Friesland vandaan. Ja. En een aantal dames trainden hier ook wel eens. Okay. Ja, toen ben ik hier zo gekomen en gebleven. Ja. We zijn nog met 2 dames in heel Friesland. Hoe zit zo'n wedstrijdelement in elkaar? Nou, we beginnen met z'n 8, dan moeten we eerst wegen. Ja. Om te kijken of we op gewicht zijn. En dan heb je verschillende gewichtsklassen, daar kun je meedoen. En als je dan op gewicht bent, dan krijg je een stempel. Dus iedereen die krijgt een stempel. En dan kunnen ze nog niet controleren of iedereen... Wat zo'n stempel in dan? Nou, die krijg je op je hand. En dan, om te kijken of het hele team wel compleet blijft, zeg maar. Dat je niet stiekem onderling wisselt van personen. Okay. Dat mag niet. Dus je hebt ook verschillende stempels dan? Dat kan, ja. Ja, ja. Okay. Ja, elk team heeft zijn nummer, zeg maar. Ja. Ja. En hoe zit dat met die strafpunten dan? Vloeken mag dus niet. Nee. En verschillende technieken. Als je te diep gaat zitten, begin je te steunen, zeg maar, met de touw op je benen. Dat mag niet. Oké. Okay. Dat is hangen, dat is leunen. Ja. Ja. En de ankerman, dat is wel een beetje streng. Ja. Dat, die mag de touwen niet hieronder doen. Dat lijkt net een beetje kabonkel, zeg maar, met zo'n ding op. Ja. En je mag niet met je hand om de grond komen. Je mag niet steunen, zeg maar, met je hand. Als het te diep gaat, dat mag ook niet.
ben je als ik vraag mag? 17. 17. En mag je dan al meedoen aan wedstrijden? Ja. En vanaf je 15e, toch? Ja, 15e. En dat mag dan ook al met de ouderen, om maar zo te zeggen? Ja, van mij wel. Ja. Ja. Ja, wat zijn dan de regels van een touwtrekwedstrijd? Nee, niet vloeken op de baan. Maar mag er maar met één, moet de touw een bepaalde lengte hebben of? Nou, het moet lang genoeg zijn, maar. Die heeft 15 jaar zelf getrokken. Fijke hier die heeft 15 jaar touw getrokken. En hij coacht al 15 jaar. En dan is eigenlijk mijn eerste vraag: waarom al 30 jaar touw trekken? Oh, dat is wel aardig hier dan. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Teamsport, persoonlijk vind ik teamsport hartstikke mooi. Ja, en dat coachen is op zich soms ook wel mooi. Maar het is ook wel zo, ik denk, nou ja. Dus ik was even lastig om altijd die mensen weer bij elkaar te krijgen en om daar weer een goed team van te krijgen. Dat is soms een beetje lastig. Maar het is elke keer weer een uitdaging om de boer weer een beetje op een rit te krijgen. Dat is eigenlijk wel een van die leukere dingen. En ik denk van nou, ik hoef weer bij elkaar voor. Ja. Persoonlijk haal ik wel van iets bij elkaar doen. Ja. En wat is als coach het hoogtepunt van de touwtrekcarrière van Fijke? Nou, dat is in principe dat de wereldkampioenschappen. We zijn wereldkampioenschappen en ik heb ooit dus een keer 8 jaar het nationale damesteam coacht. Oké. En daar heb ik 12 gouden medailles halen. Dus dat zijn wel aardig wat hichtepunten. Dat ik denk van, nou, dat is prachtig. Maar het mooiste vond ik wel om bij de club. Om daar de wereldkampioenschap mee te winnen. En toen winnen we ook nog met het landenteam, winnen we ook nog eerste, dus ja, best genoeg. Ja, en zelf als touwtrekker ook internationale wedstrijden gedaan bijvoorbeeld? Ja. Ja, een heel soort. Maar nooit eerste. Wat waren aan het rijden, maar net eerste. En ze zitten hier nou bijna allemaal, dacht ik? Alle leden van de touwtrekkersvereniging? Ja, de missen per. Lichtelijke, het zij een lichamelijke of een geestelijke blessure. Je bent ook gewoon die een geestelijke blessure. Maar wat is het grappigste verhaal wat je kunt vertellen over dit ploegje mensen? Oeh. Wat? Ze zitten er nou allemaal bij. Impulsen genoeg. Dat is net zo best, hoor. Ja, het mooiste vind ik persoonlijk dan, dat is heel mooi. Er ben ook, Henk die is bijvoorbeeld al, hij is heel bij de 50. En daar ben ik, want van, ja, Remco Widder van de Jongen, maar die is hier 16, 15, 16. Ja. En ze gunnen al je mamakor om als. Nou, als team. En dat vind ik persoonlijk altijd wel mooi om te zien. Het is net zo van, nou, dat liedje jonkje, dat jij trekt heel bij. Nee. Het is wel een team. Het is maar mekaar een team. En dat vind ik dus, daar zit ik geen verschil tussen, leeftijd. Ik denk van, nou, dat vind ik wel heel mooi altijd. Op onze Facebookpagina vind je backstage beelden met Niels en cameraman Vincent. Zij nemen het tegen elkaar op in de Tower. Tot volgende week.